Altijd Heguar de Boulay, lengtevoorsprong. Daarachter Fortuna Fiets, Eva de Mee zakt ietsje terug. Binnendoor komt naar voren Fly With Me en Faro Vera gaat nu ook weer terug naar binnen. Aan de buitenkant wordt ingezet Gypsy Okanje vanaf de laatste plaats. Ze gaan een paar de laatste bocht door en inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En nog altijd die lengtevoorsprong voor Heguar de Boulay. Fortuna Fiets wacht lang met de aanval. Daarachter moet Fly With Me voorlopig even passen, die ligt derde. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Heguar de Boulay leidt. Daarachter Fortuna Fiets blijft er nog steeds achter. Heguar de Boulay voor Fortuna Fiets. Heguar de Boulay lijkt niet te kloppen. Fortuna Fiets probeert het wel aan de binnenzijde, maar daar is natuurlijk geen ruimte. Daar zorgt Kooijman wel voor. Zo gaan ze over de streep. Heguar de Boulay wint. Fortuna Fiets voor tweede. Faro Vera derde. En Fly With Me is vierde. Laatste tussentijd 14-4. Tijd over de afstand 17-6. Heguar de Boulay is de voorlopige winnares van de Prix Vinoska. Een driejarig Vosmerrie, Orlando Vici uit Vignon de Boulay. Frans gefokte bezit van stal PD. Trainer Bas Kree was geweldig gereden door Tom Kooijman. En daar komt de winnaar aan, Tom Kooijman met Heguar de Boulay. En hij gaat hier zo dadelijk zijn paard afgeven aan Remco Lohman. Dan gaan we hem huldigen voor winst in de Prix Vinoska. Een winst in een Trotteur Français Lady Challenge. En Wilma van der Zwaan, zij heeft voor Tom Kooijman een rosette, een bos bloemen. Naar de winst met Heguar de Boulay. Tom, van harte, ik keek de koers samen met onze analist in de studio, Kees Kamminga. Hij zegt, volgens mij rijdt Tom zonder klok. Maar wat doet hij dan geweldig hoe hij zo'n koers opbouwt? Ja, maar als je goed het beste paard van de koers rijdt, hier wordt het allemaal een stuk makkelijker. Hè? Was het met afstand het beste paard van de koers? Ik vond Jeffrey nog een beetje leeg. Hij kreeg hem niet naar buiten, Jeffrey. Dan denk ik, ga ik op de finish een beetje voor naar buiten. Kan niet door binnen door, dus dat was ook geen probleem. Nee, Jeffrey is natuurlijk een heel goed paard met ook heel veel speed. Ik zei, nou, we gaan het zomaar proberen. Hij wil graag de kop kwijt en ik wilde hem eigenlijk niet heel graag hebben. Maar ja, ik had geen keuze, dus ja, een tikje tempo een beetje. En de laatste 400 meter geef je gewoon zoveel gasjes dat je hebt, klaar. En als het dan zeg maar nog een stukje verder had geweest, dan is dat ook geen probleem voor hem? Nee, want ik heb halverwege gevoeld dat het makkelijk ging en dan wordt het ook heel makkelijk hier, ja. Zondag Alkmaar, 4,5 kilometer, zin in? Ik heb er altijd zin in hier, dag en nacht. Daar houden we je aan, Tom. Dankjewel. Tom Kooijman, hij slaat hier toe in de Prix Vinoska. En hij is uiteraard zondag op Alkmaar met de topfavoriet in Europa's langste race. Zo dadelijk met kleine stapjes naar voren komen voor de foto van Bas Huibers. Die heeft zijn duim al gegeven. En dan gaat er heel soepel een aftracht plaatsvinden. Dat gebeurt op dit moment. Gaan ze de analisten boven zo dadelijk naar de herhaling kijken. Heguar de Boulay en Tom Kooijman, winnaars van de Prix Vinoska. Paarden zijn onderweg, dat zijn er dan zes, want de zevende ligt op achterstand. Dat is CDA de chef en Fortuna Fiets gaat niet terug van start af, die gaat de leiding nemen. Fortuna Fiets pakt de kop, daarachter Fly With Me. Aan de buitenkant komt al Heguar de Boulay en dat is de deelnemer waar Miras heel graag aan af wil geven. Die komt er ook hard aan de buitenzijde en die gaat nu de leiding overnemen. Heguar de Boulay, daarachter Fortuna Fiets, dan Fly With Me. Het eerste paard aan de buitenkant is Eva de Mee. Daarachter aan de relingzijde Faro Vera. En de laatste plaats is voorlopig voor Gypsy Okanje. Grote achterstand CDA de chef. Maar in de rechte lijn voor de tribune. Kooijman maakt nu het tempo. Doet hij met de grote vos Heguar de Boulay. De buitenkant komt Eva de Mee naar voren. Blijkbaar ligt het tempo niet zo hoog dat dat niet mogelijk is. Zo'n aanval. 17-7 de eerste 500 meter. Eva de Mee aan de buitenzijde zet wat druk op de leider. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Fortuna Fiets. En daarachter is het Fly With Me en Faro Vera. En door die tempoversnelling aan kop is een klein gaatje ontstaan naar Gypsy Okanje. Die gaat dat gaatje zo meteen wel weer dichtlopen, want het tempo vooraan gaat niet overdreven omhoog. Eva de Mee wordt ook iets teruggenomen in het tweede spoor. En de leider blijft Heguar de Boulay en die is al eerst in de rechte lijn overzijde. Heguar de Boulay leidt. Daarachter volgt aan de buitenkant Eva de Mee. Daarachter aan de relingzijde Fortuna Fiets, dan Fly With Me. Daarachter Faro Vera en dan Gypsy Okanje. En dan probeert aan te sluiten CDA de chef, maar dat wordt een hele klus. Het gaat nu even 19-6 en dus loopt hij wel degelijk ietsje in. Zo gaan de paarden de linkerbocht erin. En nog altijd een lengtevoorsprong voor Heguar de Boulay.
Egaro de Boulay wordt gevolgd door Fortuna Fiets, die straks de speed zal gaan inzetten in de laatste rechte lijn. Op de mede-favoriet, daarachter aan de buitenzijde, is Eva de Mee degene die voorlopig de weg nog even verspert. Daarachter volgt Fly With Me, die kan u kiezen of die in het eerste spoor blijft of naar het tweede spoor gaat. Beide kan op dit moment, want er is ruimte genoeg. Dat geldt ook voor Faro Vera. En laatste is nog altijd Gypsy Okanje en weer bijna aangesloten. Tenminste, het verschil is nu nog maar 30, 40 meter. CDA Duchef. Tussentijd komt er zometeen aan. Weer 19-6 en zo gaan ze de laatste kilometer in. En nu wordt er wat druk gezet op de leider. Eva de Mee aan de buitenkant valt nu Egaro de Boulay aan. Daarachter aan de reling zijn de Fortuna Fiets zit in de wachtkamer. Dat geldt ook voor Fly With Me. Daarachter Faro Vera en daarachter Gypsy Okanje. Een van de deelnemers verliest daar een klinkende ijzer. Het blijft daar liggen in de rechterbocht. Dat is de Zeeturf-runnersbocht. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde in. Altijd een halve lengte voorsprong voor Egaro de Boulay. Buitenkant Eva de Mee en daarachter aan de reling zijn de Fortuna Fiets. Tempo gaat nu langzaamaan omhoog. Daarachter gaat naar het tweede spoor nu Faro Vera. Fly With Me blijft aan de binnenkant en daarachter Gypsy Okanje. Tussentijd 17-6. Het gaat wat harder en zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Nog altijd Egaro de Boulay, lengte voorsprong. Daarachter Fortuna Fiets, Eva de Mee zakt ietsje terug. Binnendoor komt naar voren Fly With Me en Faro Vera gaat nu ook weer terug naar binnen. Aan de buitenkant wordt ingezet Gypsy Okanje vanaf de laatste plaats. Ze gaan een paar door de laatste bocht door en inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En nog altijd die lengte voorsprong voor Egaro de Boulay. Fortuna Fiets wacht lang met de aanval. Daarachter moet Fly With Me voorlopig even passen, die ligt derde. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Egaro de Boulay leidt. Daarachter Fortuna Fiets blijft er nog steeds achter. Egaro de Boulay Fortuna Fiets. Egaro de Boulay lijkt niet te kloppen. Fortuna Fiets probeert het wel aan de binnenzijde, maar daar is natuurlijk geen ruimte. Daar zorgt Kooijman wel voor. Zo gaan ze over de streep. Egaro de Boulay wint. Fortuna Fiets wordt tweede. Faro Vera derde. En Fly With Me is vierde. Laatste tussentijd 14-4. Tijd over de afstand 17-6.